Welkom bij Tiel aan tafel. Bij mij aan tafel zit Erik van Verzeveld en jij bent betrokken als voorzitter van de stichting van de Kleuvercopa voetbaltoernooi. Het grote toernooi van de RKTVC. Nou, afgelopen donderdag is er een aftrap geweest. Er zijn nieuwe inzichten voor wat betreft het voetbaltoernooi dat plaats gaat vinden. Wat kun jij maar daarover vertellen? Hoe is dat gegaan? Nou, we hebben een aftrap gedaan om het toernooi een nieuw elan te geven. Hè. We zaten redelijk in een dipje, denk ik. Er moest wat nieuws gebeuren. De beker was dof, dus we moesten hem oppoetsen. Dus vandaar dat we een aftrap gekozen hebben om te zeggen van oké, we gaan iets nieuws verzinnen met betrekking tot het voetbal en het toernooi. We hebben mensen uitgenodigd waarvan we dachten van oké, dat zijn de sponsors en dat zijn potentiële sponsors. We hebben een stukje van de Coppa laten zien en een trailer van oké, waar gaan we heen en wat is ons doel uiteindelijk over 5 jaar. En daar hebben wij twee sprekers tegenover gezet uit de voetbalwereld, Evert ten Apel en Wim Kieft. Ja. Die hebben de avond mooi in elkaar gesproken. Ja, niet te minste. En jullie hebben ook een hele mooie trailer gemaakt. En daar gaan we nu even naar kijken. Nou, uit die trailer, daar spreekt veel ambitie uit. Ja, we hebben gesteld dat we over 5 jaar, zeg maar, in plaats van alleen maar internationaal toernooi willen zijn, ook gewoon op Europees niveau willen acteren. Dus wat er in de Europa League speelt, willen we eigenlijk ook op het toernooi hebben. Dat betekent niet dat we net, we moeten niet een toernooi zijn, we moeten het toernooi zijn van Nederland. Het toernooi, en ja. dit is al heel veel geweest. Hoeveel toernooi wordt dit? Dit wordt de 21ste keer waar we nu mee starten. We zijn in 1995 is het idee geboren. Toen zijn we een jaar lang is er gewerkt aan alleen maar kijken van oké, hoe moeten we dit doen, hoe moeten we dit organiseren. Bezoeken van andere toernooien. En uiteindelijk hebben we in 1996 het eerste toernooi de aftrap gegeven. Ja, en dan gaat het rollen. En dan wordt het eigenlijk alleen maar steeds beter, steeds mooier, steeds professioneler. Dan worden de scherpe kantjes eraf gehaald, zodat je een mooi geheel krijgt. Ja, dat doe je dan met veel liefde en heel veel vrijwilligers. Ja, en die mannen die in het verleden deze voetbaltoernooien mee hebben gespeeld, dat zijn ook niet de minste, hè? Er zijn er een aantal. Nou, noem eens wat namen. De talenten van toen, hè? Ja. Zo noemen we het. Hè? De talenten van toen zijn de helden van nu. Dan praat je over een Arjen Robben, een Memphis Depay, een Van Persie, een Jasper Cillessen. Ja, dat zijn toch niet de minste namen die allemaal op het toernooi gespeeld hebben. Echt niet, die zijn daar gewoon geweest. Ja, die zijn daar geweest. Ja. Ja, dat kan ik me trots zeggen. En wat kun je vertellen over de deelnemende clubs die hier aan mee gaan doen? Ja. Zonder echt een spoiler te geven, je zou het eigenlijk een beetje op kunnen zoeken, denk ik, zonder de namen te noemen. Misschien één. Oké, Feyenoord. Dat is de winnaar van 2015. Daarentegen hebben we ook de beste opleiding uit de Eredivisie uit 2015 hebben we uitgenodigd. Dat is AZ. En de winnaar van de Supercup, dat is FC Utrecht. Maar we gaan ook uiteraard internationaal. En dan praten we over een Anderlecht. We zijn ook met andere clubs bezig om die binnen te halen. Dus we gaan niet alles vertellen, want mensen moeten ons ook een beetje kunnen volgen op Twitter en op Facebook. Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Maar goed, jullie willen nog groter, nog sterker naar voren komen. De organisator, althans laat ik het zo zeggen, de sponsor is geen Tiels bedrijf. Nee, de sponsors zijn we eigenlijk aangekomen. Want alles hangt natuurlijk vast aan geld. Ja, uiteraard gaat het over geld. Je kunt de jeugd niet laten voetballen op het moment dat je geen goede sponsors hebt. De Kleuver uit Veenendaal, dat is de nieuwe sponsor, organiseerde ooit mee een toernooi in Veenendaal. En daar de organisatie toen de tijd heeft daar geholpen bij dat toernooi om een aantal clubs voor hun te regelen. En toen heeft de Kleuver zelf gezegd van let op het moment dat ik jullie ooit een keer kan helpen, dan bel maar. Dus we hebben hem vorig jaar gebeld en gezegd van nu moeten we hulp hebben. En uiteindelijk heeft het geresulteerd dus, dat hij ingestapt is voor een periode van 5 jaar. Ja, en wat is dan mooier dat je een bedrijfscommunicatie en marketingbureau hieraan kunt zetten. Dit betekent gewoon zoveel exposure. Ja, dat is hun specialiteit. Ja, hun weten precies wanneer ze wel of niet moeten schakelen met de media. Wel of niet klikken, hoe vaak dat er geklikt moet worden. En hun volgen dat op de voet. Ja, dan is het niks moois om dat te zien. Nee, klopt. Maar ik denk dan toch RKTVC, Tiel, daar zouden ook eigenlijk Tielse bedrijven bij in moeten stappen. Uiteraard. Er zijn ook wel Tielse bedrijven die erbij instappen. De lokale sponsors worden ook de sponsors van het toernooi.
Wij kunnen niet zonder die mensen. Die zijn zowel belangrijk voor RKTVC als voor het toernooi. Ja, dan is het gewoon heerlijk op het moment dat dat soort mensen op zulke avonden zoals we nu gehad hebben met Wim Kieft en even ter Napel, dat ze daarbij zijn en dan ook eigenlijk zich committen aan RKTVC en aan de Kleuvenkopen. Ja. Dus dat is een mooi resultaat. Maken jullie ook gebruik van nieuwe tools? Ik zou ze niet tools willen noemen. Hè. Ik bedoel, op het moment dat je mensen tools gaat noemen, dan wordt het wat anders. Nee, we hebben een nieuw iets. En we hebben ambassadeurs benoemd van het toernooi. Die hebben we gevraagd. Uiteraard, en dan praat ik over een Danny Veit. Dat is een internationaal voetbalspeler uit België. Nationaal gespeeld in de Rode Duivels. We praten over Hans Kraaij junior, die zijn naam verbonden heeft aan het toernooi. Elfie van der Valk heeft zijn naam verbonden aan het toernooi. En de burgemeester van Tiel en de wethouder sportzaken hebben dat gedaan. En deze mensen gaan voor ons zeg maar het toernooi uitdragen. Voor Tiel is het belangrijk, omdat we toch een behoorlijk iets neer gaan zetten. En voor Danny Veit is het natuurlijk een nationale voetballer die dit toernooi echt een warm hart toedraagt. En eigenlijk bijna altijd klaar staat met zijn team om in te vallen op het moment dat nodig is. Oh, mooi. Nou, het gaat 13 en 14 augustus plaatsvinden. Ja. Ja, dan gaan we de bal weer laten rollen. En voor ons is de weg ernaartoe is een jaar lang. En op het moment dat de bal rolt kunnen we eigenlijk niks meer doen. Dan is het in handen van veel vrijwilligers. En denk een 80 in een weekend. Ja, die het perfect laten staan en perfect laten rollen. Dat zijn ook mensen met zoveel kennis. Dat je als stichting en als voorzitter van die stichting eigenlijk met een gerust hart kunt kijken en rustig voetbal kunt kijken. Want hun regelen het verder. Ja, nou dan is het inderdaad uit handen. Maar goed, organisatorisch zit het allemaal hartstikke dicht getimmerd. Ja, organisatorisch kunnen we eigenlijk zeggen van daar zijn we een jaar mee bezig. Geen steekjes laten vallen, goed de gaatjes dichten en zorgen dat het eigenlijk perfect loopt aan de voorkant. En aan de achterkant moet er wel eens gesleuteld worden tijdens het toernooi, maar er is eigenlijk niemand die dat merkt. Nee, goed. Zijn er nou dingen die jullie echt hebben geleerd? Het is de 21ste keer, de 21ste, de grootste wordt het van allemaal. De grootste groeien we naartoe. We hopen binnen 5 jaar inderdaad op Europees niveau te zitten. Ja, we hebben heel veel geleerd van hoe we de zaak op moeten bouwen tot trio's van grensrechter en scheidsrechters. Vroeger vlagden medewerkers van de club, zeg maar, of de leider van de club. Daar zijn we op een gegeven moment van afgestapt. De elftalbegeleiders was ook iets nieuws om de teams te begeleiden. Dus een team komt bij ons aan, krijgt iemand toegewezen en die gaat zeg maar de hele 2 dagen met de teams mee. Dus ja, qua organisatie leer je gewoon heel veel van jezelf, maar ook van anderen. Ja, jullie zijn er wat dat betreft gewoon helemaal klaar voor. Wij zijn er echt helemaal klaar voor. Ja, nou heel erg veel succes. We blijven dit natuurlijk volgen. Ja, we gaan het allemaal zien. Ja, we gaan het zeker zien. En 13 en 14 augustus wordt het knallen. Dan wordt het aftrappen en laten rollen die bal. Ja, dankjewel voor dit gesprek. Geen dank. Het is tijd voor mijn kritische vrienden Adrie Meijer en Berry van Buren. En we gaan het hebben over de veiligheid in Tiel. De laatste tijd gebeuren er een hele hoop akelige dingen, overvallen, een beroving. Eigenlijk te veel om op te noemen. Heren, wat vinden jullie daarvan dat dat allemaal gebeurt hier? Ja, ik kan moeilijk zeggen dat ik het leuk vind. Maar het is nou eenmaal de realiteit. En weet je wat eigenlijk ook allemaal zo jammer is? Dat dit wordt allemaal bekendgemaakt en mensen worden steeds angstiger. Je ziet ook niks gebeuren aan beveiliging of het is allemaal te duur. Camera's die worden niet opgehangen, dat kan schijnbaar alleen maar in andere steden, zeg maar. Maar in Tiel is alles te duur. En dat zou je eigenlijk niet zeggen als je al die idioterieën bij elkaar optelt die ze hier allemaal eten leren. Daar is allemaal geld genoeg voor. Maar het is inmiddels wel zo dat mijn moeder van 95 niet meer alleen over de straat durft wanneer het donker wordt. Ja, dat is akelig. En bovendien is dat ook niet het enige waarom dat ze niet de straat op durft. Want er ligt geen steen gelijk, dus het vallen is ook alom aanwezig. En dat is een ander aspect natuurlijk van veiligheid. Ja, zeker. Dat is natuurlijk niet alleen je moeder die niet meer de straat op durft. Nee, gelukkig niet. Ik heb een kleindochter van 13 en ik hou mijn hart vast. Ik ben iedere keer maar blij als mijn dochter belt en zegt van, pa, ze is er weer. Ja. En heb jij het idee, Adrie, dat als er inderdaad meer cameratoezicht zou zijn, dat dit minder zou gebeuren? In de eerste plaats zou je uit oogpunt van fatsoen die dingen al lang gedaan moeten hebben.
Ja. Want waar camera's hangen, gebeurt niet zo gauw iets. Nee. En als er wat gebeurt, dan doe je dat maar net zoals de politie in Rotterdam dat heeft gedaan. Of waar was dat? Die hebben dat gewoon op internet gezet. En dan blijkt dat de mensen zichzelf komen melden als er wat verkeerds gebeurt. En ik denk dat dat in Tiel een heel goed uitgangspunt zou zijn. Ik heb, geloof 6 of 7 weken lang in de Lindenstraat bij mij achter een camera zien staan. Nou, was gebeurt van Stadsdeur bij Tiel? Nee, niet van Stadsdeur bij Tiel. Dat was waarom stond hij daar? Door wie was waarschijnlijk daar ook uit oogpunt van veiligheid. Maar de Bomenbuurt is momenteel denk ik een van de veiligste buurten in Tiel. Want er gebeurt eigenlijk nooit iets. Ja, en in het centrum. En daar kan je misschien achter een hele dikke boom gaan staan, waarschijnlijk. Nee, die zijn maar, er niet meer. Maar weet je wat het is? Het is allemaal zo te belachelijk voor woorden. Dat we er überhaupt over moeten praten. Hè? Want kijk, er wordt van alles gesuggereerd. En er moet meer blauw op straat. En er moet meer dit. Ja, en er moet maar meer daar dat. Is geen geld voor. Hè? Maar er is geen geld voor. Maar voor idioterieën hier in Tiel is geld genoeg. Ja, sommige dingen. En daar zijn de meningen uiteraard ook weer over verdeeld. Ja, maar daar heb ik scheid aan. Heb je de enige idee waar die tendens... Ik heb scheid aan hoe de meningen verdeeld zijn. Ik zit hier te vertellen dat het hier in Tiel buitengewoon onveilig is. En dat er nodig wordt. Waar zou die tendens vandaan komen? Dat is landelijk. Ja, nou, dat ja, is maar, niet alleen de stad Tiel. Ja, maar wij staan niet voor niks aardig bovenaan als het gaat over in de peilingen, zeg maar. Hè. Ik denk dat dat juist te maken heeft met het feit dat er minder mensen op straat komen. En dat er dus gewoon het eigenlijk veel gevaarlijker is. Ja, want hoe en dan heb je is. Een gemeente die daar dus heel weinig aan doet. Want dat is geen geolied apparaat. Dat kraakt en dat piept. Ja. Ja. Dus ja. Jullie zijn allebei in feite voorstander van gewoon meer budget voor meer beveiliging. Harder aanpak. Ja, dat in ieder geval. Maar ook dat er eens een keer geluisterd wordt naar de mensen waar we mee te maken hebben. Ja. En er wordt totaal niet naar geluisterd. Sterker nog, er wordt helemaal geen aandacht aangeschonken. Een buitengewoon kwalijke aangelegenheid. Ja. Intens triest. Vind ik. Ja, goed. Nou, wellicht stof tot nadenken. En wij gaan hiermee ons programma afsluiten. Fijn dat u heeft gekeken. En volgende week zijn we er weer met de nieuwe Tiel aan tafel.